Henk Zielman uit Raalte is niet alleen een verzamelaar van vinylplaten, maar hij maakt van schijfjes vinyl ook echte kunstwerken. Hoe lang ben je nou al bezig met het verzamelen? Al wel een dikke 40 jaar, denk ik. 40 jaar? Ja, ja, ja. En ja, je verzamelt dus vinylplaten? Alleen vinyl, ja. LP's, singles? LP's, singles, shapes, 10 inch. Ja, moet even toelichten. Shapes, wat bedoel je daar precies mee? Shape is een vorm. Shape betekent vorm in het Engels. En picture disc. Picture disc betekent een foto ingepast in LP. En ja, dat is echt voor verzamelaars. De combinatie muziek en een mooie foto, zou ik maar zeggen. Collectors items, die verzamel ik over het algemeen. Ja. En wat voor muziek is dat vooral? Van ABBA tot Sabba, zeg ik altijd. En ertussenin zit gigantisch veel. Maar ik ben wel een liefhebber van het ruigere werk. En dat gaat ook met de jaren gaat dat bij mij niet eruit. Nee. Dus ik ben wel een echte liefhebber van rock and roll in het begin. En in de jaren vanaf 76 kwam de punklichting en de new wave. Ja, en daar stond ik vooraan en ook met het verzamelen. Maar toen kwam ook echt de limited edition en de gekke dingen op de markt. En ja, toen had ik mijn adressen en toen kreeg ik alle bijzondere platen werd me wel toegestuurd. Ik had een aantal mensen die voor mij verzamelden bij de muziekmaatschappijen. En dat was wel mooi. Dus al wat speciaal was, kreeg je toegestuurd. Automatisch eigenlijk al wel toegestuurd. Ja, en dan, ja, soms was het wel iets te veel van het goede. Maar ja, achteraf dacht ik wel eens, ik heb hem toch maar mooi. Ja. Ja. Kun je eens wat voorbeelden daarvan noemen? Dat je zegt, nou, het is toch wel uniek dat ik dat heb. In de periode dat ik kennis had aan firma's die gouden platen maken in Engeland. En ja, die platen werden in een stuk of 50 stuks gemaakt. En dan bleef het altijd wel 1 of 2 aan de strijkstok hangen. En ja, die kocht ik dan voor een prikje op. En dan later heb ik ze zelf ingelezen. Maar het zijn wel echt de originele gouden platen van die artiesten. Dus dat zijn wel de leukere dingen, denk ik. En een hoes, vind je dat belangrijk? Ja, dat is enorm belangrijk. De verpakking. Dat vind je met een cd niet weer, maar de ja, dat heeft toch wel toen 50 jaar het beeld van de LP gevormd, de hoes. Maar daar kun je zo enorm veel mooie dingen mee doen. Dat zie je wel aan artiesten die zelf de hoesen ontwerpen, zoals Adje van der Berg en dergelijke. En dan zijn er wel meer artiesten die ook zelf de hoesen ontwerpen. En dat kun je met een cd niet. Dat komt niet over. Dat is te klein. Hoe groot is die verzameling eigenlijk? Exact kan ik dat niet zeggen, maar een voorzichtige schatting om de 40.000, denk ik. Zo. Nou ja, en nu heb je een klein gedeelte, die heb je in deze ruimte verzameld, hè? Ja. Ja, dat klopt. Hier, ik heb de verzameling is elders ondergebracht in een schuur die goed geïsoleerd is. Ja, nu had je een hele grote verzameling. Maar later heb je zelf er nog een hobby bij gekregen. Want je bent bezig gegaan om er een soort kunstwerk te maken met behulp van die vinylplaten. Klopt, ja. Wanneer ben je ermee begonnen en hoe kwam je op het idee? Nou, de creatieve kant was altijd wel aanwezig. Ik was altijd wel creatief met hoesen ontwerpen wel. Maar op een gegeven moment ben ik ook met LP's begonnen om die te versnijden en om bepaalde titelteksten uit te snijden uit een LP. Was er niet zonde van die mooie platen? Nee hoor, want alles wat ik hier versnijden is gewoon dubbel en anders dan versnijd ik het niet. Hoe pak je dat aan? Eerst gewoon uittekenen de vorm die je wilt hebben. Dan snij je die ruwweg uit. Met het rebel. Daarna ga je hem slijpen. Ruw slijpen. Dan nog een handeling fijn slijpen. En dan komt er nog een behandeling. Polijsten met water. En dan komt er waarschijnlijk nog een behandeling. Om het eventueel nog op te leuken, zou ik maar zeggen. Ja. Etsen of schilderen. En dan is het. En dan moet je kijken of je ook krasvrij nog afspeelbaar is. En dat is. Dat is de kick als het dan wel klaar is. We staan hier bij een van jouw kunstwerken. En die gaat over Raalte. Nou, dit is meer op zich omdat ik al 24 jaar in Raalte woon. En omdat ik mijn hele leven met muziek bezig ben, probeer ik een beetje een link te leggen tussen Raalte en de muziek. Hoeveel van dit soort kunstwerken heb je intussen gemaakt? Nou, ik schat zo'n beetje 250 van deze lijsten en daarnaast nog enkele gimmicks, gewoon gekkigheden, afspeelbare kapstokken en dergelijke, maar zo'n 250.
Ja, dit is gewoon de Yellow Submarine van de Beatles. En aan de achterkant staat het laatste nummer nog, Yellow Submarine, en die kun je nog gewoon afspelen. Zo. En kunnen we nog duidelijk het vinyl zien? Ja, het is geverfd. Ja, je kunt, ja, als je goed kijkt kun je de groeven nog wel zien. Deze kant is niet afspeelbaar, maar alleen de achterkant. Dit is Sailing van BZN. Tweemaal nummer Sailing komt uit in een, ja, in een boot. Twee zeilboten in een boot. Ja, dit zullen de meesten wel herkennen, denk ik. Queen en de Baker. Ja, Queen, We Are the Champions. Get back to Liverpool. Vier kevers, vier Volkswagens, vier Beatles die retour gaan naar Liverpool. De geboortestad van de Beatles. Ja, klopt. Krijg je het idee vaak naar aanleiding van de tekst? Ja, meestal wel, ja. Ja, hier bijvoorbeeld staat het nummer van Fiets van Herman van Veen, Live in Carré op. En dan denk je, hey, kan ik er ook een fiets van maken? Dat is wel een hele uitdaging, want het is heel moeilijk om een echte fiets uit vinyl te maken. Maar het is wel gelukt. En de fiets staat hier nog, ook aan de achterkant staat hier op, het wiel staat nog, blijft intact. Deze vorm van kunst, is die eigenlijk uniek voor Nederland? Ja, denk het wereldwijd wel eigenlijk zo aan de reacties hoor, ja. Ben je de enige? Ja, voor zover ik weet wel, ja. Verkoop je die kunstwerken eigenlijk ook? Dat heb ik tot nu toe niet gedaan. Enkele keer iemand voor een cadeau of voor opstellingen die een bepaalde titel zoekt, dan wel, maar anders. Het is puur hobby en liefhebberij.